Na de bouwkenmerken komen we bij de uienkenmerken. We beginnen met de aanhechting van het vooruien. Hoe vast zit de vooruien aangehecht naar de buikwand toe? Loopt het mooi recht door. Zit het echt heel vast aangehecht hier. Het hele vooruien, zowel naar onderen toe als hier naar boven toe. Naar die uienspiegel, mooi vast aangehecht. Dan ga je naar die hogere scores in de onderbalk 7, 8, 9. En is het vooruien heel bol, heel los. De vorm van de voetbal, meer wie er tegenaan zit. Dan ga je naar de score 1, 2 of 3. Nou, dit uien mag duidelijk zijn dat het een uier is wat heel vast zit voor. Geweldige aanhechting, veel kwaliteit. Een 8 voor de vooruier aanhechting mag deze koe scoren. Zeker aan de bovenkant van de schaal. Extreem veel vastheid in het vooruier. Wat ook een goede aanwijzing is voor kwaliteit in het vooruier. En de levensduur van een uier. Hoe vaster een uier zit, hoe makkelijker als het uier ook op de duur boven de hak aangehecht blijft. Na de vooruier aanhechting komen we bij de voorspeenplaatsing. Dat is de plek waar de voorspenen uit het kwartier komen. Staan ze precies in het midden onder het kwartier, dan scoren we een 5. Raken de spenen elkaar bijna, dan ga je richting de score 9. Dan staan ze echt op de zijkant van het kwartier, ga je naar score 1. Deze spenen staan duidelijk aan de binnenkant van het kwartier, scoren een 7 voor de voorspeenplaatsing. Na de speenplaatsing komen we bij de speenlengte. We scoren de lengte van de voorspeen. Is de speen nog kort, dan geven we score 1 of 2. Gaan de spenen naar de lange kant, dan gaan we naar de 7, 8, 9. Deze spenen zijn een beetje korter dan gemiddeld. Ik zou hem een 4 geven voor de speenlengte. Dat is een mooie speenlengte, precies het liefst niet te lang, maar ook niet te kort. Veel te lange spenen zien we niet zoveel meer. Eerder krijg je de opmerking onderweg dat spenen niet kleiner hoeven. Deze spenen die zijn iets onder het gemiddelde, eigenlijk een hele mooie functionele speenvorm. Na een speenplaatsing komen we bij de uierdiepte. Dan pakken we de diepste punt van het uier, de bodem van het uier ten opzichte van de hak. Hier is de hak van de koe, dus de bodem van het uier, de afstand van de bodem van de uier tot de hak, dat is de uierdiepte die we scoren. Is de bodem van het uier even hoog of even laag als de hak, dan scoren we een 2. En hoe hoger het uier boven de hak ligt, ook hoe hoger de score is wie we daaraan meegeven. Maar deze score ligt mooi iets boven de hak, dus die scoren we een 3 voor de uierdiepte. Als je een vaas scoort met een 3 voor uierdiepte, dan is het uier in heel veel gevallen toch veel te groot. Maar bij een koe die 3 keer heeft gekalfd, is een 3 voor uierdiepte, dat betekent vlot boven de hak, geen enkel probleem. Dan komen we bij het onderdeel wat in dit geval bij deze koe de meeste aandacht naar zich toe zuigt, dat is wel het achteruier. We scoren de hoogte van het achteruier. Hier vult, we bekijken hoe ver vult het uier zich. Dat is bij deze koe tot hier. We scoren niet de breedte, maar wel de hoogte van het uier. Nou, de hoogte van het uier is ook extreem hoog aangehecht. Je verdient de maximale score voor hoogte in het achteruier. 9, heel hoog, heel mooi vast ook aangehecht. Maar de breedte van het achteruier scoren we niet apart. Maar die nemen we straks in de waardering voor het totale uier zeker wel mee. Dat is natuurlijk aan deze koe wel een heel extreem kenmerk. We hadden al gezegd dat de koe beschikt over een enorm breed kruis. Breedte voor een enorm, ruimte voor een enorm breed achteruier. Dat achteruierhoogte bij deze dus zeer imponerend. Nou, waar is het zinvol voor, achteruierhoogte? De melk die hoog gedragen zit, die hoeft niet laag te zitten. Dus als een koe, een uier is natuurlijk bedoeld voor de opslag van melk. Dus alle melk die hoog in de koe zit, die zit niet tussen de hakken. En het maakt ook nog heel veel indruk. Deze koe heeft ook extra veel fraaiheid natuurlijk. En dat maakt een hoog en een breed achteruier. Dat maakt de koe ook zeer speciaal en indrukwekkend. Ook als je met de koe op een show verschijnt. Als we toch bij het achteruier zijn, dan gaan we ook direct kijken naar de ophangband. De ophangband is dus de lijn die de linker en de rechterhelft van het uier van elkaar scheidt. Met name onderin het uier focussen we ons op. Hoe scherp zit de band in het uier, wie dus de rechter en de linkerhelft ook goed op de plek houdt en het hele uier ook in de koe weet te dragen. Onderin de bodem van het uier zit de ophangband zeker strakker als gemiddelde door. Ik zou hem een 6 scoren voor de ophangband.
vlot boven gemiddeld. Met name hier naar achteren toe voor een hogere score. Had hij misschien nog even meer scherper door mogen lopen. Maar zeker onder in de bodem van het uier is de ophangband scherp aanwezig. Na ophangband komen we bij de achterspeenplaatsing. De plek waar de achterspenen uit het kwartier komen. Het mooiste is ook evenals bij de voorspenen dat de spenen achter ook mooi centraal onder het kwartier staan. Bij de voorspenen hadden we gezegd als ze recht naar beneden staan scoren we een 5. Bij de achterspenen scoren we een 3. Dat betekent de 5 is altijd het gemiddelde van de populatie. Alle fasen die we scoren, het gemiddelde daarvan is een 5. En we weten dat de spenen achter vaak even iets meer naar elkaar toe staan dan dat de voorspenen doen. Op deze koers de achterspenen iets aan de binnenkant van het kwartier staan. Dus ik zou een 7 scoren voor de speenplaatsing. Wanneer ze elkaar raken scoren we een 8. En wanneer ze elkaar kruisen scoren we een 9. 9 klinkt als een mooi rapportcijfer. En bij een achteruier hoogtes zien we graag een 9. Maar bij achterspeenplaatsing hebben we liever de 3, 4, 5, 6 scores rond het gemiddelde. Dan die extreme scores. Omdat het gemak van melken en het leegmelken van het uier zeker niet ten goede komt. Maar bij deze een 7 voor de achterspeenplaatsing is nog zeer acceptabel en ook heel goed werkbaar. Dat waren een heel aantal losse onderdelen van het uier. Een paar onderdelen die we wel meenemen in de bovenbalk uier, dus in de waardering van het uier, maar niet scoren in de onderbalk is bijvoorbeeld uierkwaliteit. We zien graag dat een uier laat zien dat het een melkuier is. Dat wil zeggen een mooie kleur erop, een mooie beadering. Nou, bij deze koers zien we dat zonder meer. Veel beadering, veel uiterlijke melkrijkheid in heel de koe, maar ook zeker in dat uier weer. Een ander onderdeel wat we niet specifiek scoren, maar wat we wel meenemen, is de uierbalans. Dat is de verhouding tussen de voor- en achteruier. Dus hoe ver, hoe diep ligt het achteruier ten opzichte van het vooruier. We zien graag een mooie vlakke bodem in het uier. Of een vooruier wat in de bodem een fractie lager ligt dan het achteruier. Dan heb je een mooie gewenste uierbalans. Als het achteruier veel hoger ligt in de bodem, is het ook weer niet gunstig met het aansluiten van een melkstel. Maar bij deze koe is de balans in het uier voor een fractie lager als achter eigenlijk zeer gewenst. De volgende bovenbalk kenmerk is uier. Dat geldt ook in de bovenbalk in de waardering zwaar mee. Evenals de benen allebei 35%. Als de koe beschikt over een zeer functioneel uier en hele functionele benen, dan zal ze dus ook hoog scoren voor het algemeen voorkomen. Maar het speerpunt binnen deze koe is zonder meer het uier. Uier wat hoog en vast zit aangehecht. Voor ook enorm veel lengte laat zien, voorzien van een hele beste ophangband en vooral heel veel breedte in het totale uier. Uier van deze koe die mag ook gewaardeerd worden met een ruime excellent score. Ze verdient daarmee 93 punten, wat betekent dat het extreem een van de beste uiers van Nederland betreft. Van de afgelopen jaargang ook, maar ook van alle dieren die gekeurd zijn. De maximale score die we doorgaans geven is 94 punten. Deze koe die zit daar dichtbij in de buurt, uier wat zeer veel indruk maakt in de breedte en in de kwaliteit.